Het gaat niet goed met Anouk Balins. De muzikant die in 2018 het streektalent won, is ongeneeslijk ziek en kan niet meer zingen. In 2018 werd Anouk Balins de winnares van het RN7-programma Het Streektalent. Het was een nieuwe start van haar muzikale carrière als troubadour. Maar daar is inmiddels een abrupt einde aangekomen. Afgelopen zomer kreeg Balins te horen dat ze kanker heeft en niet meer te genezen is. Anouk. Dankjewel. Doordat de tumor uitgerekend in de buurt van haar stembanden zit, is zingen er inmiddels niet meer bij. Ja, zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Hoe gaat het nu met je? Op dit moment gaat het nog goed. Het gaat eigenlijk nog wonderbaarlijk goed, vind ik zelf. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb in januari dan moeten kiezen eigenlijk, ga ik voor de kwaliteit van leven of ga ik nog chemokuren aan. En toen heb ik gekozen voor de kwaliteit van het leven en daar heb ik helemaal geen spijt van. En die kwaliteit van het leven, waaraan merk je dat dan? Wat zijn dingen die je dan dagelijks doet? Zelfstandig opstaan en zelfstandig weer naar bed kunnen gaan en alles nog zelfstandig kunnen doen. Ik kan nog auto rijden, ik kan nog mijn eigen eten klaarmaken. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Het is inmiddels alweer 3/4 jaar geleden dat Balins haar diagnose kreeg. Hoe lang ze nog te leven heeft, is lastig te zeggen. Van de week had ik even iets in mijn rug dat ik denk, oh, is het dat, is het dat? Toen ben ik ook extra vroeg gaan slapen. Ik dacht, dan weet ik morgen meteen of het er nog is. Mm-hmm. En toen was het de volgende ochtend toch weer weg. Dus dan is dat niet de pijn die doorzet. De pijn zit momenteel vooral in het niet meer kunnen zingen. Mijn grootste ding was toch wel zingen. En toen ik mijn stem kwijtraakte, raakte ik toch een groot deel kwijt. Maar toen speelde ik nog wel. En dus nou was ik mijn gitaar pak. Ik doe het nog wel eens, maar dan overvalt me eigenlijk een heel groot gevoel van eenzaamheid en van verdriet, omdat het... Omdat het er niet meer uitkomt. Ja, precies. Ja. En omdat ik eigenlijk ook geen tijd meer heb om ermee te doen wat ik ermee zou hebben willen doen, zeg maar. Dus het is dan één groot, als ik de gitaar pak of achter de piano ga zitten, is het heel verdrietig. Want, oh, ik kon zoveel kwijt in de muziek. Ik kon zo lekker zingen en dan zat ik in de auto. Ik reed 35.000 kilometer per jaar als troubadour door het hele land. En dan zat ik lekker in die auto in te zingen. Lekker meezingen met allemaal, ja. En ik kan niet meer zingen. En dat is zo'n stuk van mijn ziel wat al verdwenen is. Nieuw werk inzingen kon dus niet meer. Maar gelukkig had Anouk nog wel enkele demo-opnamen liggen. Ja, dat was wel heel lief. Accordioniste Caroline in het veld. En die belde me op. Die zei, Anouk, het is ontzettend jammer dat je doodgaat. Maar het zou nog jammerder zijn als jouw liedjes met jou mee zouden sterven. En toen hebben we 5 liedjes uitgekozen. En daar zijn echt de muzikanten mee aan de slag gegaan. Echt een bassist, echt een drummer, echt een cellist. Oh, geweldig. Het album van Anouk is te vinden op Spotify. Het gehele interview is terug te kijken op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Daarin hoor je onder meer hoe Anouk aankijkt tegen de tijd die komen gaat. Soms natuurlijk heel, heel verdrietig en beangstigend. Maar ik zie het ook een beetje als een groot geheim. En dan, soms heb ik het precies op. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik bedoel, ja, miljarden mensen zijn me al voorgegaan. En nou, ook als ik dan lees dat er iemand is overleden, dan denk ik op dit moment van, die kent het geheim. En ik ken het binnenkort ook. I just wanna hold you. Hold you in my arms too.
can't see you. In het dorp Bergendal moet een nieuwe zendmast komen te staan aan de Watertorenstraat. Maar de aanleg ligt plotseling stil. Door een fout met de datum in de vergunningsverlening kunnen bewoners nu nog bezwaar maken, terwijl de fundering al in de grond zit. En ook dat ging niet zonder slag of stoot. Een zendmast midden in de woonwijk, scheuren in de muren en spullen die kapot vallen. Hier aan de Watertorenweg in Bergendal gebeurt het. Naast heel veel herrie ook ontzettend veel trillingen in de buurt. En bij sommige mensen in de buurt hier zijn er scheuren ontstaan in woningen. En bij een aantal mensen zijn gewoon spullen van kasten afgedonderd en zijn gewoon stuk gegaan. Ik was zelf niet thuis toen de paal de grond in werd gedrild, mijn partner wel. Die zei dat het huis echt enorm schudde. En ik heb sindsdien gemerkt dat een aantal scheuren in mijn huis nieuw zijn. Een aantal scheuren die klein waren, die zijn duidelijk groter geworden. Nou, op de schaal van Richter, deze buurman daar heeft het geïnventariseerd. Op de schaal van Richter zaten we geloof ik op 5 of 6 bij wijze van spreken. Ongelooflijk. Naast de al aangerichte schade zijn de bewoners ook niet blij met het ontwerp van de nieuwe zendmast. Ik vind het jammer dat wij dus totaal niet zijn geïnformeerd over zeg maar, zo'n industriële sigaar van 30 meter hoog en 1 meter breed die hier nu komt. Het college van BMW heeft de vergunning verleend, is toegelicht in het college, dus er is bewust een keuze gemaakt voor deze sigaar. Er is inmiddels door een flink aantal buurtbewoners al bezwaar ingediend. Dat gaat met name ook over het ontwerp van de nieuwe paal, die wat ons betreft gewoon te grof en veel te zwaar is voor de buurt waar die komt te staan. Dat is nu in behandeling. Er is wel een vergunningverlening gepubliceerd in het gemeenteblad van 25 januari. Wij hebben daar nu ook op gereageerd. We kunnen daar nog steeds bezwaar op maken. Tot 6 weken na 25 januari. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch al lang geweest. Ja, dat klopt. Want ook daar is een foutje gemaakt. Er is namelijk gepubliceerd dat de vergunningverlening op 25 februari zou zijn. Dus dan hebben we nog 6 weken daarna. Dus daar hebben we nu nog steeds de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dat hebben we nu ook massaal gedaan als buurt. Volgens de buurtbewoners zijn er al minstens 12 bezwaren ingediend. Maar de funderingspaal zit al in de grond. De buurt maakt zich dan ook ernstig zorgen om de veiligheid van de nieuwe zendmast. De pulsbuis, de funderingsbuis die er ingetrild is, die is niet ver genoeg gegaan. Volgens de vergunning moet die 10 meter gaan. Dat heeft hij niet gehad omdat ze ergens op gestoten zijn. Er is een stukje buis bovenop gelast, op dat stuk dat afgezaagd is, om vervolgens een mast van 30 meter staal massief te moeten gaan houden. Nou, daar geloven wij als buurt helemaal niks van. Dat gaat houden. De gemeente Bergendal was vandaag niet bereid om hier een reactie op te geven. Voor het project Score een boek werden kinderen voorgelezen door niemand minder dan NSC'er Dirk Proper. Tijdens het project lezen kinderen 9 weken lang zoveel mogelijk boeken en wisselen ze deze uit. De middenvelder van NSC was op bezoek bij basisschool De Dukendonk in Nijmegen. En dat was een succes. Fout, riep Wolf haar nijdig toe. Wat heb je een grote tanden, grootmoe? Dit is een project wat voor ons heel belangrijk is, maar natuurlijk ook voor scholen. Want kinderen in deze leeftijd, daar begint de leesmotivatie van af te nemen. Dus kinderen als ze wat jonger zijn, vinden ze lezen heel erg leuk. Maar rond groep 5, 6, dan begint het af te nemen. En door de samenwerking met de NSC, maar ook met ROC Nijmegen, worden de kinderen weer helemaal gepakt. Want er zit een rolmodel op het podium, die lezen gewoon hartstikke leuk vinden. Je hebt het ook aan de reactie van de kinderen gemerkt. Die beginnen echt bijna te juichen als ze zien dat de voetballer zegt van ja, maar ik vind het gewoon tof. En elke keer als ik naar bed toe ga, dan ga ik nog even een boekje lezen. Ja, dat pakt ze. Dit is een prachtig project. Ieder jaar weer. Ja, dat was hartstikke leuk. Een aantal klassen hier bij elkaar. En ze zaten allemaal heel aandachtig te luisteren, dus dat was mooi. Ja, ik denk dat alle kinderen wel een beetje een natuurlijke aversie hebben met lezen. Alleen ik merkte op een gegeven moment wel dat ik het eigenlijk best wel leuk vond. Dus bepaalde boekenreeksen, die las ik wel. Dat was dan de Voetbalgoden en later dan de Grijze Jager. En op een gegeven moment Harry Potter. Dat waren dan boeken die ik wel echt leuk vond om te lezen. Dus ik zou altijd tegen kinderen zeggen, weet je, ga zoveel mogelijk naar buiten. Alleen op het moment dat je een keertje thuis bent en je hebt niet zoveel te doen, pak er een keer een boek bij. Want er zijn echt, kinderen hebben een hele mooie fantasie. Dus ik denk dat een boek daar heel mooi op in kan spelen. Dus ik denk dat het heel veel kan brengen voor die kinderen. En wij hopen natuurlijk dat het leesniveau in Nederland zo hoog mogelijk blijft. En dat kinderen geïnteresseerd zijn in lezen. De kinderen reageerden enthousiast op de komst van Proper en vertellen over het lezen. Uh,
We zijn nu met Scorend Boek bezig en we lezen ook vaak in de ochtend eerst 20 minuutjes, kwartiertje. Ik ben al 8 jaar, bijna 9. En ja, ik lees nu al zeg maar Harry Potter, dus het is een beetje vroeg voor mijn leeftijd. En wat nou het favoriete boek van Dirk zelf is? Ja, mijn favoriete boek, dat is een hele goeie. Ja, ik heb net toch wel de Harry Potter boeken gezegd, omdat dat ook voor die kinderen ook wel toegankelijk is. Maar ja, als je dan toch een beetje een andere kant op... Ik vind Relentless, dat is een boek, gaat een beetje meer over mindset en hoe je met dingen omgaat, zeg maar. Dat vind ik wel echt een heel goed boek, dus dat is wel een aanrader voor iedereen. We kregen vandaag te maken met een mix van buien en droge perioden, maar vanavond en vannacht klaart het verder op en blijft het tijdelijk droog. Morgenochtend komt er weer verandering in. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land, waardoor het een groot deel van de dag druilerig zal zijn. In de loop van de middag trekt dat gebied weer weg en houden we te maken met enkele korte buien. Het wordt slechts 12 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig, ook tijdens de paasdagen. Wat de temperatuur gaat doen is hierbij nog onzeker, omdat de grens tussen warme en koude lucht precies boven ons ligt. Het kan daarom rond de 12 graden blijven, maar als het meevalt, kan het kwik ook oplopen richting de 16 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 27 maart. Kijk voor al het nieuws uit jouw buurt altijd op onze website rn7.nl. Morgen zijn we weer terug en dan gaan we onder meer langs bij een bewonersavond rondom zon- en windenergie in Bergharen. Graag tot dan!